bronzen medaille won met een derde plaats in het landenklassement achter Duitsland en Nederland. Zestienjarige Ruin. Wanneer is een dressuurpaard op de top van zijn kracht? Leeftijd? Ik denk 14, 15 jaar. Tussen de 12 en de 15, 16 jaar. Ligt eraan hoe goed ze opgepast zijn en in het begin. Dat heeft hij niet gedaan, maar dit is wel heel mooi, hè. En deze ruiter vind ik ook fantastisch paardrijden en fantastisch zitten, hè. Dan zie je wat het paard doet, hè. Zo'n beetje swingen opzij, zo'n beetje opzij met de piaf, hè. Ja, dan zal zo'n ruiter niet gauw recht op de jury af piaferen, hè. Als hij verstandig is, dat doet hij natuurlijk niet, dat weet hij ook wel. Jawel, en als hij het wel doet, kan hij er een keerwending van maken. Ja, dan doet hij net zo. Dan maskeer je het, ja. Hè. Een hele mooie ruiter, hè. Doodstil. Is dat wel een voordeel, hè? Ja, is een voordeel, ja. In de military niet. Nee, met springen is ook absoluut geen voordeel als je zo lang bent. Kleine, kortere benen, zoals Jeannette Hazen bijvoorbeeld, die rijdt ook de sterren van de hemel, hè. En we hebben van de week ook nog iemand gezien. Dominique Desmé. Dominique is ook zo. In Frankrijk. Ja. En we hebben ze zelfs gekend zonder benen. Lies Hartel, die verlamd was en die reed ook de Grand Prix. Moest erop getild worden. Prachtig mooi gereden, hè? Ik zei gangen. Zit op een paard, hè. Die zit er echt in. Die zit niet erop, die zit er echt in. Af naar de uitgestrekte stap. Er zitten toch wel van een paar hikkies in, hè? Ja, maar ik vond dit. Hij eindigt daar en dan gaat hij piaveren en dan gaat hij vanuit de piaf gaat hij zo naar de uitgestrekte stap. Hoe krijg je het voor elkaar? Jan Brink. Wat was er Jan Brink daar in die? Ik heb niet gehoord. Ik dacht het. Stop.
zie je vaak, hè, dat die paarden hun hoofd ietsje scheef houden, schuin houden. Ja, ietsje, ja. Hij moet kijken waar hij naartoe gaat. De kant waar hij naartoe gaat in een appartement, daar moet hij naar kijken. Ja, wel, maar dat hoeft maar dan hoeft hij niet te kantelen. Nee. Moeilijk in die verzamelde gangen bij dit paard, en trouwens is sowieso heel moeilijk om hem aan het bit te houden, hè, dat je die verbinding handhaaft zonder dat hij kort in zijn nek wordt, hè, want dat mag natuurlijk niet. Je kunt als ruiter wel een beetje meer druk nemen, maar dan wordt hij korter in zijn hals, dat mag zeker niet. En dan gaan ze er ook een beetje achterlopen, dat mag ook niet. Je moet hem met je zitvlak naar je handen toe rijden. Ja, dat is het ene is theorie en het andere is de praktijk. Hè? Probeer het maar. Ja. En volmaakt bestaat niet, 100% bestaat niet. Dus het leeft. Pirouette in de Piaf. Wat jij net zei, en dan maskeert hij een beetje mee dat hij swingt in de Piaf. Ja. Hè? Dan gaat hij keertwending in de Piaf maken. Wat heel verstandig is. Heel mooi. Nou, dat was hem dan. Stefan Peters met Floriano. Kijk, die houdt van hem. En voor Rakkie van Grinsven toch geen... geen probleem. Nee. Beslist. Nee. Keurige proef. Ik geloof ook geen bedreiging voor de eerste drie. Die komt in de buurt van een... Ik denk dat zijn toch aan de 78. Omdat hij de laatste is, hè? Ja. 77, 78. Ik in die buurt. Ja, 77, 78. Ja. Denk ik. Wel, wat de regie in Parijs gaat doen, dat is ons op dit moment onbekend. We zullen ongetwijfeld direct door de koptelefoon horen wat er gaat gebeuren. Of zij ook bij de uitreiking van de medailles blijven nadat we de puntenwaardering hebben gekregen van deze Stefan Peters. Wij hebben daar geen enkele invloed op. En wij, vooral in Nederland, zouden dat natuurlijk bijzonder graag zien. Dat Ankie van Gunsten de gouden medaille omgehangen kreeg. Maar ja, Eurosport is een land dat wordt uitgezonden in maar liefst 49 landen. Met 19 commentatoren die in diverse talen... Ik wil er nog wel even zeggen, Hans, voordat het sluiten is, dat ik heel blij ben dat ik dit heb mogen doen. Het was voor mij ook een ervaring. Het is de eerste keer van mijn leven dat ik met een koptelefoon in zo'n hokje zit om commentaar te mogen leveren. Ik ben heel blij dat je me daarvoor uitgenodigd hebt en ik heb het enorm genoten tijdens het werk. Ik geloof dat dat wederzijds is en ik mag toch rustig zeggen dat namens de Nederlandse dressuurwereld heb ik gemerkt aan de zeer vele e-mails die er binnengekomen zijn en reacties ook per telefoon dat het bijzonder gewaardeerd is dat jij hier aanwezig bent geweest. En ik heb er geen moment spijt van gehad. En dan moet ik even daarbij niet vergeten dat we meer dan 11 uren dressuur hebben laten zien. 154,5 at sea. 156,5. Ja, die komt in de buurt van de 176, 177. A total of dus dat wordt de 77 points equal to 78.6%. De 70%. The sixth position for Stefan Peters. De zesde plaats voor Stefan Peters en Floriano. De zesde plaats krijgt hij en dat betekent dat hij dus Heike Kemmer voor moet laten gaan met 78. Zunächst werden sich nun ganz schnell während der Siegerehrungsvorbereitungen 78-600. Klopt precies, want Heike Kemmer had 78-850.